What is up YouTube? Het is je boy Jur en Mo, die een beetje lastig is. En welkom back bij het derde en laatste deel van de drachtenvideo. Enjoy! Nou fam, jullie zien het. Het is inmiddels fucking donker. Ik heb wel de nachtsettings aangedaan. Dus hopelijk kunnen jullie het een beetje goed zien. Dejan! Huh? Ja, ja, ready, gaan, kom aan! Kijk, dat ding van Gura, jongen. Monster. Oh, de tering, ouwe. Wat een vlammenwerper. Abnormaal. Ik ben Zen. Rasta. Is wel heel dik hoor, dit drag race by night. Coño. Ja, ja. Jan, succes. Je zal het nodig hebben. Thanks! Lekker Jan! Oh, was niet helemaal eerlijk, hij had geen goede start, maar hey. It's a race man. A race is a race. Lekker grap! Topper ouwe. Ja, dat dacht ik al ja. Maar ik krijg toch een biertje van je grap. Lekker hoor. Echt maar Jan, thanks voor alle tips en tricks vandaag man, je hebt me echt enorm geholpen, wat een baas. Alright pompers, gaan we weer. Net na die run met Jantje was mijn SD-kaart vol, dus ik heb even snel een andere SD-kaart erin gegooid. En nu gaan we weer. Die man achter me vroeg of ik tegen hem wou racen even. Heel graag. Het snelste wat hij vandaag heeft gereden is 9-3, ik 9-5. Dus het kan een mooie run zijn. Gekke launch controller. Goed, links rechts burnen, midden. Als een kakakak, maar lekker man. Ik was niet ver bij hem vandaan in ieder geval. Dat weet ik wel. Goeie run, brother. Ja, ja. Ja man, ging goed. Ga ik hun even gelijk gaan dan. Tering. Ik schakelde nog één keer met koppeling. Als ik nog één keer had getrapt, gewoon had ik nog even iets dichter bij hem geweest. Maar goed, ik ben al helemaal happy voor de eerste keer.
voor het eerste weekend op de baan rijden, gelijk 9,5. Ik ben fucking blij, echt. Mijn weekend kan in ieder geval niet meer stuk. Blijf je staan? Ga ik even kijken of mijn timeslip er al hangt van net tegen Jan. Ik hou me helemaal even op, ik neem jullie wel even mee. Sorry, gabber. Ga je snel? Ke? Ik heb even gekeken, 9,5. 9,5? Maar die anders had je 9,3 gereden. Voor deze had je 9,3 gereden. Ik ga kijken, dan ben ik helemaal blij. Lekker man. Sorry, gab. Blijf staan. Heb je bij die call-outs wel timeslips? Ja, je moet naar je nummer kijken. Is daar geen... Ja, maar ik kijk hier maar mijn nummer, maar... Komt zo dan. Hè. Niks! Maar je hebt geen naam. Oh, nummer. Kom je net terugrijden? Nee, maar daarvoor ook al van onze run, onze call-out, gaan we weer. Je ziet het, we staan weer in de line-up. Ik moet alleen volgende keer als we weer naar Drachten gaan, niet, of volgend jaar eigenlijk, kan ik beter zeggen, niet vergeten om ook mijn blanke officier mee te nemen, want zodra je voorbij de finish gaat, zie je helemaal niks. Is er helemaal geen verlichting. Dus gewoon mijn blanke officier me nemen volgende keer, maar hey, we'll figure it out, we'll make it. Bij de start, ik weet niet, een hele eerlijke race. Maar hey, a win is a win. Lekker, grap. Topper, ouwe. Thanks, grap. Nu was ik wel echt aan het trappen door mijn versnelling heen. Ik wist gewoon, die BMW is fucking snel. Half 10. We racen tot 10 uur, dus we hebben nog een half uurtje. Hopelijk kunnen we nog even... Nu één run en daarna nog een run. Misschien twee, als we geluk hebben. Maar het ligt een beetje aan hoe snel het gaat. Oké dan, boys. Dan gaan we weer. Aan het doen, pik. Lekker, grap. Goeie shit. Cool, grap. Eerste, tweede. Ja, ik hoorde het al. Fucking goed. Ik sta gewoon tweede. Kunnen jullie dat geloven? Igor en Dave. Dit zijn snelle boys, hoor.
Dit wordt een hele snelle race. Hele snelle plangen. Nou, kom op schat, kunnen we burnen of wordt het morgen? Ik zou maken met de handen zo'n draaigebaartje en dan op dat moment kunnen wij burnen. Zeker weet ik het niet. Maar volgens mij had ik hem. Goeie G. Lekker man. Give respect to get respect. Is hoe het werkt, hè. Ook in de drag race wereld. Man komt met korte brug, daagt me uit. Ik weet dat hij fucking snel is. Ik ga gewoon racen. En ik heb gewonnen. Komt ook omdat ik natuurlijk lang rijd en hij kort, is het voor mij veel makkelijker om zo hard te gaan. Maar toch, weet je, tegen jongens die echt goed zijn met racen, vind ik dat ik het niet verkeerd doe. Gooi de GoPro weer even uit, boys, tot we daar zijn. Dus rijden, gelijk terug, we hebben net al 3 runs gedaan in een kwartier. Dit is dus Igor Pieters, de jongen die fulltime met drag racen bezig is en die me ook wat hulp had aangeboden. Echt een toffe gast. En fucking rapido. Zwaar weg man, is eng. Zwaar ook.
Lekker Jan. Wat is de tijd? 9-7, lekker pik. Lekker hoor. Gaan we weer, zelfde man. Hij is wel fucking snel, want dan gaat hij goed. Ja, hij is achter me, tering. Ik was even bang dat er iets was gebeurd, want die man is normaal fucking snel, dus ik had hem echt naast me verwacht. Je weet toch, ik vind het gewoon belangrijk, maakt niet uit met wie ik race, dat we allebei gewoon heel huids aan de finish komen. Dat is gewoon het belangrijkste. We hadden nog 3 minuten, dus ik ga proberen om nog 1 run te maken. Ik denk niet dat het gaat lukken, maar hey, we gaan het zien. Hier, we rijden dik snel op het grasgap. Hij speed grass pumpings met de boes, hè? Ja. Oké, closed? Jammer. Ja. 9-4! 9-4-0-9. Want het is inmiddels, de klok heeft 10 uur geslagen. En als we deze run hebben gehad. 9-5-1-6! Ja, maar dat is nog je oude. Lekker. 9-4? Lekker grap, fucking blij mee, ouwe. Kleuren. 9-4, brother! Het zakt weer! Ja, man, echt blij, grap. De tent hier en daar, en dan morgen vroeg zijn we er weer. Ja, man, vlammen. 10 uur gaat de eerste start zijn, 9 uur is weer. Lekker, brother. Morgen weer mooie runs. Ja, morgen weer. Zeker, grap, zeker. Ja, ik blijf. Ja. Lekker kwak! Ja, 9-4. Ja, I got it, man. Good morning, YouTubes! Nou, ik heb weer heerlijk geslapen hier in mijn wagen. Het is nu 9 uur 's ochtends. Gisteravond hebben we tot 10 uur 's avonds doorgereest. Daarna hebben we die bikes lekker allemaal binnengezet. Zijn we even gaan zitten. Heb ik mijn biertje gedronken die ik van Jan heb gekregen. Omdat ik het gewonnen met de call-out. Kijk, hij maakte wel een fout bij de start. Maar hey, a win is a win, hè? En ik heb al jaren geen alcohol gedronken, dus dat biertje dat was niet te zuipen. Maar omdat ik hem had verdiend, was hij toch lekker. Nu hebben we alleen geen stroom in de wagen. Kijk, alles is aangesloten. Maar stroom geen, dus we kunnen even geen koffie maken. Ik zet even mijn SD-kaartjes leeg te maken. Want ik heb gisteren 1 SD-kaart volgemaakt en die andere voor de helft. GoPro is in ieder geval opgeladen. Ik ga die andere SD-kaart ook even leegmaken. En dan kunnen we hopelijk weer wat mooie runs maken vandaag. Ik ben in ieder geval helemaal tevreden met mijn 9-4 al. 9-4-0 om precies te zijn. Kijk dan, konjo's. 9-4-0. Ik zal het even goed filmen voor jullie. Zal ik het even laten zien. Even kijken. Ik ben nummer 165. Left lane. Hier ben ik al blij mee. Laag 1,560 voet. Ik wil hem eigenlijk in 1,4 krijgen. Dan ben ik al tevreden voor de eerste keer ook. Dit is eetmaal. Hey, we hebben stroom. Ligt het dan. Koffie, lekker grap. En kijk, 9,40 op de quarter mile met een snelheid van 2,34. Er zijn ook echt veel boys naar me toegekomen. Die hebben gezegd, luister, een paar jaar geleden was 9,4 was gewoon de limiet voor mensen die zeg maar ook al jaren rijden en noem het maar op. En die kwamen daar gewoon niet onder. Kijk, mijn bike is wel snel, maar hij is helemaal stok. Hè? Het is een verlengde bike, hij is verlaagd, maar voor de rest motorblok. Ik heb er niks aan gedaan. Ik heb die slip-on dempers erop geschoven. Ik heb een luchtfilter erin gezet. En voor de rest heb ik niks. Hij is niet afgesteld, nada. Ik heb geen strap nog erop, noem het maar. Dus met 9-4 ben ik voor de eerste keer super tevreden. Ik ben echt zo blij, dat willen jullie niet weten. Nou gaan we proberen om vandaag die 9-3 te halen. Ik weet niet of het gaat lukken, maar ik ga mijn best doen. In ieder geval, man, dit is echt wat een top weekend. Ik vind het zo leuk, het is zo verslavend.
Ik ben alweer met Jantje en die boys aan het kijken om over een maand naar Santapot te gaan, naar Engeland, naar een nog betere drekbaan eigenlijk. En er is een evenement Run What You Brung, dus gewoon wat je meeneemt, daarmee mag je rijden en ga met die man aan. Maar echt 9-4, laag, 9-4-0, ik ben echt fucking blij. Ik sta ook tweede in het klassement, want je moet een indextijd opgeven zoals ik had gezegd. Dus ik heb een tijd opgegeven van 9-6 en daarna die run reed ik 9-6-1. 6 of zo, dus ik zit er 16e, 100ste zit ik ernaast. Of 1600ste zit ik ernaast, ja. Dus misschien nemen we nog een beker mee naar huis ook. Ik ben in ieder geval fucking enthousiast, echt top. Nou ga ik eerst koffie maken en dan zie ik jullie zo meteen weer. Pomperiros! Nou pompers, het motregent. Het motregent een klein beetje. Je ziet het, we zijn vast de bikes aan het warm draaien. Hij riep net om, we kunnen gaan, de grip is goed. Dus ja, we gaan er gewoon voor. We zijn niet bang voor een paar kleine spettertjes motregen. Het is ook niet echt, je ziet het aan mijn jas. Het is niet echt, hoe noem je dat? Noem het maar. Dus we gaan ons even omkleden en ik moet nog in mijn joggingpakkie. En dan gaan we proberen die 9-3 te halen. Yes, yes! Nou boys, jullie zien het. Het werd afgelast even op het laatste moment die run. Dus ik ben maar even een eitje gaan bakken. En daarnet roept hij om dat het gecanceld is voor de rest van de dag. Omdat er toch regen aankomt en weet ik van wat allemaal. Ik vind het een beetje kut. Ik denk bij mezelf, je kan het op zijn minst proberen. We hebben ervoor betaald. Misschien kunnen we nog een uurtje rijden straks. Maar als je het gezien de veiligheid en dit en dat, gaan we het cancelen. Dus zometeen om 11:30 is de prijsuitreiking. Ik heb in ieder geval een beker. Ik ben tweede geworden, dus daar ben ik fucking blij mee. Dus nu gaan we even lekker ontbijten. En dan zometeen de prijs ophalen, inpakken en dan lekker naar huis. Meer bokaal hebben we niet. Woep, woep. Ja. Prijsuitreiking is geweest. We lopen maar vast terug, want we worden helemaal saai net geregend. In ieder geval een beker voor de eerste keer, dus ik ben er helemaal blij mee. Dan gaan we lekker alles inpakken in het natatieve sfeer en dan sluit ik de video zo meteen af in de auto. Poppertje. Ja. Prapapai, poppertje. Nou, het was een lange dag geweest weer vandaag, de terugweg. Ik heb net mijn eigen motor thuis afgezet. Daarna hebben we Jansen motor gebracht naar huis. Ik heb mijn aanhanger daar gelaten, want er moet wat aan gelast worden en dat gaat die vriend van Jan even doen. Die kan heel erg mooi lassen. Dus ik ben helemaal kapot. Ik ga lekker naar huis, een warme douche pakken, even een uurtje liggen en lekker eten straks. En even een beetje bijkomen van het weekend. Er is zoveel op me afgekomen met alles leren en noem het maar op, dus ik ben helemaal gesloopt. Ik hoop echt dat ik er een vette video van kan maken voor jullie. En dan zie ik jullie van de week weer. Vergeet niet! Like, reageer en abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zien we jullie next time. Later, 9.4 seconden poepert. Ja.